Hey Gulla hier, welkom bij deze random food review. Ik kom net van het werk en kreeg een berichtje van Yummy's Wars dat ik deze bak met eten mag halen. Ik heb het nog niet geproefd, ik weet nog niet wat erin zit, hoe het eruit ziet, hoe het gaat smaken. Dus we doen dit samen, oké? Okay? Dit is het bak. En don't mind filmen met mijn telefoon. Wow, kijk wat hierin zit. Ik zie hamburger, patat. Hier hamburger, patat. Macaroni. Ja. We gaan even natuurlijk die hamburger proeven. Let's see. Is crispy chicken. Let's try this. En let niet allemaal grote hap, oké? Okay? Lekker. Niet zo. Ah, lekker. We gaan weer patat proeven. Ik ben een patat freak, dus. Lekker. Echt smaak. We gaan hun macaroni proeven. Ik denk dat het met mayo is gemaakt. Mijn handen komen. Mijn handen willen ook genieten. Macaroni heeft ook mais, zie ik erin. Oh, het is koud. Not bad. Mind you, ik ben geen persoon die macaroni koud eet. Maar dit is niet slecht. It's nice. Hier is het bakken nogmaals. Crispy chicken burger. Macaroni. En met het patat. Ik ga smullen van dit. Zit daar bijna vol zelf. Zoveel zit erin. Zoals je ziet, bak zit heel mooi vol. Ik heb hier het bon. En voor jullie die geïnteresseerd zijn. Het kost 125. Ja, Miss Lily daarop. Ze hebben ook een Facebookpagina en een WhatsApp nummer. Ik drop hier voor jullie natuurlijk altijd de info's. Yummy's Lily daarop en hun telefoonnummer hieronder. Je kan ze ook vinden op Facebook, op de app. En voor deze review geef ik een 10. Because it's really not that bad. It's lekker. En jullie weten hoe ik ben. Hè? Ik ben gewoon... eerlijk, Brits prats eerlijk. En this is not bad. Ik neem nog een hap voor jullie. Ja. Lekker crunchy. Smaak is geweldig. Ja. Smaak is goed. Check ze out. Dit is Ahir's Random Food Review. Zijn jullie meer geïnteresseerd om meer video's te zien? Comment, like, subscribe.